Welkom, mijn naam is Nanda Roep en vandaag ben ik op basisschool De Regenboog. We maken een gezonde lunch vandaag en ik ben benieuwd hoe blij de kinderen daarmee zijn. Goedemorgen groep 8. Goedemorgen. Hebben jullie zin in een lekkere lunch? Ja. Zullen we die eens gauw gaan maken dan? Ja. Zo, zijn jullie gezellig op deze ochtend? Ja. De gezonde lunch bestaat uit oma's zomersalade en een fruitsmoothie. We eten dat met stokbrood en kruidenboter. En we beginnen met het maken van de zomersalade. En vandaag ga ik koken met Safia. Ben je zenuwachtig, Safia? Ja. En met Anne. Leuk dat jullie me helpen. En wij gaan het voordoen en de rest van de klas mag gewoon meedoen. En vandaag gaan we de gezonde lunch maken. Vind je daarvan? Lekker. Lekker? Hou je van gezond eten? Ja. Ja? En jij? Jawel, een beetje. Of had je gehoopt op frietjes? Voor de zomersalade heb je nodig voor een hele klas 3 Gallia-meloenen, 3 keer een zakje veldsla, 4 dikke plakken zachte geitenkaas om mee te brokkelen, 4 keer een pakje rauwe ham en dat is varkensvlees. Islamitische kinderen kunnen die gewoon weglaten. En 2 keer een doosje gegrilde pijnboompitten. De honingdressing gaan we zelf maken. En daarvoor heb je nodig 3 eetlepels olie, 1 lepel azijn, 1 theelepeltje honing en een beetje peper en zout. Kook jij zelf wel eens? Ja, elke zondag. Elke zondag? Ja. En wat maak je dan? Nou, dan kijk ik eerst in het kookboek wat er lekker uitziet. En dan maak ik een boodschappenlijstje. En dan ga ik dat 's avonds maken samen met mijn vader. Dus jij kookt echt het avondeten thuis? Ja. Zo. En wat voor kookboek is dat dan waar je uit? Soms van Jamie Oliver en anders van Mafia, maar kinderkookboek bijna niet meer. Wauw, dus jij kan het echt heel goed. Best wel. En ken jij de boeken van Plaza Patata? Ja, vind ik ze heel leuk. Oh, leuk. Want Plaza Patata, het speelt zich af in een kinderrestaurant. Alleen de eigenaar die kan zelf niet zo goed koken. Nee, dat is juist zo grappig. En die kan wel hulp gebruiken van kinderen zoals jij. Ja, leek me heel leuk. Nou, ik kom lunch maken met jullie. Maar ik ben natuurlijk ook een schrijver en geen kok. Dus ik kan jouw hulp ook goed gebruiken vandaag. Nou, bedankt. Ja, jij ook bedankt, Franke. Ja. Veel plezier. Ja. En wie kookt jullie nog meer wel eens zelf? Hoe heet jij? Hessel. En wat kook jij wel eens? Aardappeltjes met een hamburgertje. Oh, ook echt de avondeten ook echt? Ja. En doe jij dat ook op een vaste dag? Ja, donderdag. Donderdag is jouw kookavond thuis? Ja. Zo, dat kan jij dus gewoon. Ja. Doe je dat al lang? Nou, nu ongeveer 2 jaar. Hè? Sinds groep 6 kook jij thuis? Ja. Het avondeten. Wat knap van jou. En vond je het altijd zo leuk om te koken? Nou, meestal moet ik ook nog aardappels schillen. Dat vind ik niet zo leuk. Nee. De salade is makkelijk te maken. Ieder groepje schudt een half zakje sla op een schaal. Daarna snij je een halve meloen in kleine blokjes en je brokkelt de geitenkaas eroverheen. Nu een paar rolletjes rauwe ham erdoorheen en de pijnboompitten sprenkel je erbij. De honingdressing maak je door de olie te mengen met de azijn en honing. Ook die verdeel je zo gelijk mogelijk over de salade. Nu maken we een fruitsmoothie. Is er iemand die al weet hoe dat moet? Nou, je snijdt eerst het fruit en als het geschild moet worden, doe je dat. Anders komen er velletjes in. En dan doe je het in de blender. En dan doe je er sap en yoghurt bij, anders wordt het een shake. En dan doe je er nog honing en suiker bij, zodat het wat zoeter wordt. En dan laat je het blenden en dan kan je het kiezen voor dik of dun. Net wat je lekker vindt. Als het dik is, zit er nog stukjes in. En dan kan je het eigenlijk al drinken. Alleen moet je wel even proeven of het lekker is en of er niet nog iets bij moet. Zo doe je dat inderdaad. Voor een hele klas hebben wij nodig een doosje bevroren rode vruchten, 2 tot 3 pakken sinaasappelsap en 1 liter zachte yoghurt. Alles gaat in de blender en daarna ben je klaar.
vind je het? Leuk. En ik zie dat je nog geen salade in je bakje hebt. Is dat omdat je denkt, nou, ik ga die salade toch niet eten vandaag? Nee, ik ben niet zo ver van salades. Nou, oké. Okay. Dat hoeft niet hoor. Als je het niet wil, hoeft het van mij niet. Oké. Okay. En wie gaat het wel in zijn bakje doen? Oké. Okay. Jij? Wie lijkt het heel erg lekker juist? Wie houdt er heel erg van een salade? Ik hou niet zo van ham. Nee, ik ook niet. Wat zeg je? Ik hou niet zo van ham. Ah, nee, ik dus, ook niet. Dus jullie hebben pech gehad met het salade. Maar wij halen de ham eraf. Ja. Of, en dan eten we de rest op. Ja, ik eet de ham ertussenuit. Jij eet alleen de ham? Ja. En jij eet alleen? De meloen en sla. Oké, okay, nou samen moet dat dan toch helemaal goed komen, hè? Ja. Dit was het. We hebben een gezonde lunch gemaakt. Het recept lees je terug achter in de Plaza Patata boeken of op de website www.plazapatata.nl. Veel plezier! Plaza Patata, friet kot frittata, daar wonen grote schatten. Kom mee, dan gaan we starten. Plaza Patata, friet kot frittata, daar wonen grote schatta, kom mee, dan gaan we starten. Eten, happen, snacken, we halen vette bergen.